Oh. Precies in deze hoek hier lagen de tegels. Hier. Achter daar die pilaar. Opgestapeld hier. Ja, die werklui die waren bezig om dat allemaal in een kruiwagen en vervolgens buiten in een container weg te kruien en in een container te gooien. Ik zag ze voor het eerst in die container. Daar vond ik ze. En toen zei ik, waar heb je die vandaan? Ja, daar. En overigens ook niet alle stenen, die hebben we hier gevonden. In een ander deel van dit gebouw hebben we ook weer de stenen gevonden. Dus het lag overal verspreid door dit gebouw. Het paste ook zo goed bij elkaar. En de kleuren waren ook zo authentiek. Ook de motieven die je erop zag. Hè? Ik zag een vogelkopje en ik denk, ja, maar dat is zo prachtig. Dit kan niet zomaar iets zijn. En daar kreeg hij gelijk in. Toen de stenen werden verzameld en er een kunstkenner bij werd gehaald, bleek het te gaan om een tegeltableau van de bekende kunstenaar Charles Eyck. Ik ben met Gert Leers gaan kijken naar dat hele plateau. Dat lag toen op een zolder en bijna geen licht. Maar ja, dat is... Ja. U wist meteen, ja, dit is onmiskenbaar Charles Eyck? Ja, tuurlijk. Ja, ik ken hem. Ik heb hem vroeger ook wel meegemaakt. De inmiddels overleden kunstenaar uit Meersen maakte het werk voor de Sphinxfabriek. Daar hing het in de kantine. Nu ligt het in de Maastrichtse entredeur om gerestaureerd te worden. De grote tegels die liggen allemaal. Maar met die kleine stukjes zijn we nu aan het kleur allemaal bij elkaar leggen. En ja, en dan maar zoeken. Dus het is puzzelen. Het is echt puzzelwerk. Ja. Hoewel het tegeltableau nagenoeg compleet lijkt, zijn de mannen wel nog op zoek naar de kroon op het werk. Ja, we zijn de handtekening nog Charles Eyck. Hè? Hij ondertekende al zijn werken. En dat zit helaas nog in al die kleine stukjes. Want precies de onderhand, die is met het afhakken en het weggooien, is die helaas voor een deel verdwenen. We willen hopen dat we die nog vinden. Dan is het maar een klein stukje. Ja, maar dat is toch zelf voor te worden.